Joost Dorenstein en Liesbeth Staats. 5 voorstellen voor een eerlijker Nederland. Dat belooft programmamaker, columnist en ondernemer Sander Schimmelpenninck in zijn nieuwe boek Sander en de Brug. Zijn 5 ideeën moeten het probleem van de kansenongelijkheid in Nederland kleiner maken. 5 conversation starters, dat zijn het ook. Bijvoorbeeld het plan om iedere 25-jarige in Nederland een ton aan overheidsgeld te geven. 100.000 euro, onder voorwaarden, als startkapitaal in het leven. Welkom Sander. Dankjewel. Ja, dit boek is het vervolg op de tv-serie Sander en de Kloof die je maakte. Omdat je daarna, las ik, steeds de vraag kreeg... maar wat kunnen we daar aan doen? Wat raakte je nou het meest in die serie, de Kloof, Sander en de Kloof? Nou ja, ik merkte eigenlijk dat bij iedereen die ik sprak helemaal niet het idee bestaat dat ongelijkheid per definitie verkeerd is. Of dat ongelijkheid niet bij de wereld zou horen. Dat we dat helemaal radicaal zouden moeten uitbannen. Dat vindt denk ik niemand. Ik denk dat we allemaal weten dat de wereld niet gelijk is. Mm. En dat ongelijkheid onontkoombaar is. Ik merkte alleen wel dat ongelijkheid begint te wringen. Ten eerste als die te groot wordt. Hè, als simpelweg de verschillen tussen mensen te groot worden. En vooral als die ongelijkheid wordt veroorzaakt door ongelijke kansen. Want dan hebben mensen het gevoel, ja, dit is niet eerlijk. Ik denk dat heel veel mensen zullen begrijpen dat iemand die harder wil werken, mm-hmm. Die gewoon dat belangrijk vindt, spulletjes. Hè, je hebt natuurlijk ook mensen die vinden de tijd met hun gezin doorbrengen belangrijker bijvoorbeeld. Maar die begrijpen heus dat die mensen die hard willen werken, dat die wat meer hebben. En dat er dus ongelijkheid ontstaat. Maar als er van jongs af aan eigenlijk al een ontzettend ongelijke wedstrijd is, dan wordt die ongelijkheid problematisch. En daar heb ik een soort antwoord op willen formuleren. Ja. Maar en dat antwoord bestaat uit 5 voorstellen, maar die gaan dus over die kansenongelijkheid en niet over de gelijkheid of de ongelijkheid als zodanig. Want nee, het is merkwaardig genoeg word ik nog wel eens als links gezien door mensen. Terwijl ik dat niet echt ben. Ik ben een liberaal. En het gaat mij dus echt om die kansengelijkheid. En niet zozeer gelijkheid. Dus ik kreeg ook al wat mensen die licht teleurgesteld leken te zijn in mijn voorstellen. Die zeiden van ja, maar in jouw voorstellen gaan de minima er eigenlijk nauwelijks op vooruit. En dan zeg ik, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is de bedoeling om juist kansengelijkheid te creëren. En dat betekent helemaal niet automatisch dat de minima erop vooruit gaan. Maar dat we vooral investeren in mensen. Dat we op jonge leeftijd mensen al het gevoel geven, je kan financieel volwassen worden, je krijgt een startkapitaal, je noemde het net al, en daarmee kun je je eigen leven in eigen handen nemen. Dat is een heel liberaal idee. En kom je ook mensen tegen die die kansen gelijkheid zijn, dus die ook dat een probleem vinden als de kansen gelijk worden getrokken? Nou, dat zullen niet veel mensen hardop zeggen. Maar een flink deel van de VVD en Wiebren van Haga-achtige types zijn dat natuurlijk eigenlijk wel. Die vinden, echt conservatieven, die vinden het helemaal prima dat dingen overerfelijk zijn. Rijkdom, maar dus ook armoede. Ik vind dat een probleem. In Nederland is dus niet alleen rijkdom heel erg overerfelijk, maar ook armoede. Hè. Als jouw grootouders van maand tot maand aan het overleven leven waren, dan zullen jouw ouders dat waarschijnlijk ook hebben. En jij en jouw kinderen, et cetera. Die kans is gewoon heel groot. Die kans is heel groot en dat moet je dus doorbreken. We praten verder met Sander Schimmelpenninck over zijn plan van aanpak om de kansenongelijkheidskloof in Nederland te dichten. We zetten ze even kort op een rij. 1. Belast winst uit vermogen en erfenissen net zo zwaar als inkomen uit werk. 2. Hervorm het onderwijs. Een heel lang verhaal, komen we later op. 3. Belast pensioen eerlijk. 4. Geef iedereen een jubelton in een nieuwe stijl. Startkapitaal. En 5. Voer een maatschappelijke diensttijd in voor iedereen van 18 jaar. En wij zijn BNR, dus we zoomen nu even in op de 3 financieel-economische punten uit je pleidooi. Het hangt allemaal wel heel erg nadrukkelijk met elkaar samen. Dat moet je zo aanvullen. Okay. Maar en belastinghervormingen, het nieuwe pensioenstelsel. Daarom is ook FD-collega Marijn Jongsma aangeschoven. Die denkt graag mee. Ha, Marijn. Hi. Laten we bij die winst uit vermogen en erfenissen beginnen. Als je die belast net zo zwaar als inkomen uit werk, dat geluid horen we ook af en toe uit Den Haag. Ja, gaat goed. Hoeveel zou dat de staatskas opleveren? Ons allemaal daarmee.
Nou ja, er zit ook in dat getal zit een flink deel van die pensioenen. Hè. De pensioenen die dus nu niet belast worden. Als jij je pensioen spaart, als jij opzij legt uit jouw inkomen voor je pensioen, dan betaal je daar geen inkomstenbelasting over. Dat wil ik dus afschaffen. Ik wil dat je daar wel belasting over betaalt. Als we dat gaan doen en we belasten dus winst uit vermogen en erfenissen zoals wij inkomen uit werk belasten, dan levert dat bijna 39 miljard op. 39 miljard, ja. Dat bedrag houden we even vast. Ja. Marijn, wordt dat ook breder als probleem ervaren? Nou, door economen bijvoorbeeld? In zijn algemeenheid is het wel zo dat men vindt in economenkringen dat inderdaad vermogen te weinig wordt belast en inkomen te veel. Te zwaar. En dat betekent dus dat arbeid relatief duur is. En dat is dus slecht voor je economische groei, dat mensen minder werken, et cetera. Dus in zoverre deel ik die algemene analyse die erboven hangt, deel ik wel. Ja. Ja. En Politiek Den Haag? In Politiek Den Haag leeft dat ook. Nou moet ik zeggen, als we het even over die erfenisbelastingen bijvoorbeeld, dat wordt wel de meest gehate belasting genoemd in Nederland. Ik moet zeggen, als je dat net zo zwaar gaat belasten als inkomen, ik denk dat dat inderdaad wel tot veel tumult zal leiden. En ik begrijp het tumult ook wel een beetje, eerlijk gezegd. Want kijk, als we het hebben over hele hoge, grote vermogens, dan snap ik best dat je daar wat van af wilt romen. Maar daar hebben we het over, hè? Want, maar even om een beeld te schetsen. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die hebben maar gewoon een beetje vermogen en die hebben dat wat is gespaard. Een beetje? En die zeggen dan tegen hun kinderen van, nou weet je wel, wacht even met het dak repareren, want als ik er over 10 jaar niet meer ben, dan krijg je een leuk bedrag. Maar je mag ook tot €21.000 volgens mij belastingvrij. Nu? Precies. Tot 25.000 euro maar vrijgesteld. Maar vind je dat ook moet blijven dan, inderdaad, die vrijstelling? Want dat is wel belangrijk. Ja, je hebt ook een vrijstelling voor de inkomstenbelasting, toch? Ja. Dus ik betwijfel waar die grens precies zit, maar ik bedoel, die grens is niet super hoog natuurlijk. En als je daarboven al meteen begint met een inkomenstarief, dan is dat best hoog. Nee, maar de gemiddelde belastingdruk op een erfenis in Nederland op dit moment is ongeveer 8%. Ja. Nou, als je dat vergelijkt met de gemiddelde belastingdruk op inkomen uit werk, is dat natuurlijk totaal uit verhouding. En er is geen enkel valide argument waarom geld waarvoor je hebt gewerkt zwaarder zou moeten worden belast dan geld waar je helemaal niets voor hebt gedaan. Ja. Het argument is dan vaak, wat ik dan hoor, maar dat vind jij een drogreden, zeg ik alvast bij. Over geld wat je erft is al een keer belasting betaald door degene die het jou nalaat. Dat is een hardnekkig kletsverhaal, want het is inkomen. De belasting werkt zo dat belasting wordt geheven bij de ontvanger. En de ontvanger die heeft inkomen, die heeft nieuw geld waar hij nog nooit belasting over betaald heeft. Dus dat de nalater daar ooit belasting over betaald heeft, ja, dat is irrelevant. Ja, maar als jij belasting betaalt over jouw inkomen, ga je ook niet bij de supermarkt mekkeren dat je btw moet betalen over je geld waar je al belasting over hebt betaald. Is gewoon een onzinargument. Ik snap je punt wel, maar mensen ervaren het niet als zodanig. Ja, dat is wat anders. Ja, nee, goed, maar goed, dat gaat bepalen zijn in de politieke arena. Ja. Kijk, mensen die hebben zoiets van, dit is geld dat mijn ouders hebben opgebouwd. Die hebben misschien wel rekening gehouden met toekomstige generaties. We dragen iets over. Dus ze zien dat niet als iets waar ze geen recht op hebben. Ze zien het als deel misschien van een soort familieoverdracht. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het is jij krijgt het in de schoot geworpen. Maar er zijn wel helemaal families die een wat langere termijn perspectief hebben. Die kijken er heel anders naar. Nou, dat is niet waar. Want als je kijkt naar het moment waarop erfenissen plaatsvinden, kijk, we worden ook steeds ouder. Dus de relevantie van een erfenis is steeds kleiner. Als die erfenissen nou zouden komen als mensen 20, 30 zijn, ja, dan zou ik zeggen, ja, dan heeft dat een groot voordeel. Want dan kun je je leven beginnen. Het probleem is juist, die erfenissen, en we zijn eigenlijk een soort van Prince Charles-samenleving aan het worden. Goeie, trouwens, Die erfenissen komen pas op hele late leeftijd als mensen al een heel vermogen hebben opgebouwd. Maar dit meestal is toch vermogensongelijkheid en niet zozeer dan kansenongelijkheid? Vermogensongelijkheid leidt tot kansenongelijkheid. Want waar worden die kansen verdeeld? Nou, bijvoorbeeld in het onderwijs, waar vermogende ouders bijles kunnen betalen en privéonderwijs kunnen betalen. Ja. Waar wordt die kansenongelijkheid nog meer veroorzaakt? Nou, op de woningmarkt, waar vermogende ouders hun kinderen kunnen bevoordelen door jubeltonnen naar ze over te maken. En de kinderen van vermogende ouders wel een huis kunnen kopen. En andere kinderen niet. Goed dat je jubelton noemt, want dan kunnen we daar, of ja, je wilt het nu liever startkapitaal noemen. Ja. Dat is ook een van je punten uit je boek. Voer een maatschappelijke diensttijd in voor iedereen, als je 18 bent ongeveer. Ja. En als je dat dan doet, dan heb je ook weer recht op een ton van de overheid. Ja, dat is een deeltje.
Ja. Goed deeltje. In het kort, ja, wat is het doel van die 100.000 euro voor een 25-jarige? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Als je nooit geld hebt, dan leer je ook nooit met geld omgaan. In Nederland, dat vertelde ik net al, is er sprake van generationele armoede. Mensen die nooit leren om met geld om te gaan. Als jij een ton startkapitaal krijgt op een vroeg moment in je leven, dan heb je opeens onderhandelingsmacht. Je kan een baan niet doen, bijvoorbeeld. Je hoeft niet, je hebt niet die stress meer in je lijf van wat moet ik. En ik zie het nadrukkelijk ook heel erg als een goede investering van de overheid. Als je mensen één keer dat bedrag geeft om een bedrijf te beginnen, het zal enorm ondernemerschap stimuleren. Als je die ton gebruikt om een huis te kopen. Je geeft mensen vertrouwen. En dat zal zich later terugbetalen in minder toeslagen, minder afhankelijkheid van de overheid, zelfstandigere burgers. En dat is dus ja, bij uitstek een liberale manier om mensen eigenlijk te emanciperen. En waar had 25-jarige Sander het aan uitgegeven? Die had daar waarschijnlijk, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik het gewoon op de bank had laten staan of in een fondsje had gestoken. Dat mag ook in jouw plan. Dat mag ook. Ja. Je mag er geen gokschulden mee aflossen of zo. Of een Ferrari kopen, wat mij betreft. Nou, eigenlijk, als je echt een liberaal bent, dan zou je moeten zeggen van, joh, koop een Ferrari mee, je hebt één kans als je me verpest. Ja, jammer voor je. Maar goed, ik begrijp ook dat het voorstel haalbaarder is als je daar consequent of voorwaarden aan verbindt. Net zoals de jubelton natuurlijk ook alleen maar voor huizen mocht worden gebruikt. Het grappige is, als ik dit het boek zo doorlees, dan hoor ik in alles een soort van gedachte dat je het allemaal doet om weer vertrouwen in de overheid te krijgen. Dat een beetje de onderliggende gedachte is. Je maakt zelfs een verwijzing met wat er tijdens de economische crisis voor de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ja, nou, ik denk dat de verhouding tussen burgers en overheid heel erg verstoord is. Dat heel veel burgers denken, de overheid doet niks voor mij. De overheid, dat zijn een stel klunzen. Ik heb niks met de overheid. Dat vind ik heel problematisch, want het collectief, ja, dat zijn wij. Dus ik wil weer dat duidelijk wordt dat het collectief iets is waar je wat voor moet doen, maatschappelijke diensttijd, en je daarvoor iets terugkrijgt, namelijk een beginkapitaal waarmee je je leven kan opbouwen. Ja. Maar wat is er concreter dan dat?